We gaan de muurtjes tekenen van tekening 49T1. Als we dat gaan doen, heb je je theorieboek daarbij nodig. Op bladzijde 174 en bladzijde 175. Hierin staan de hoekoplossingen van de verschillende metselverbanden. En hiermee staat ook de ontmoetingen op volle kop en op halve kop. En deze ontmoeting, deze hier, deze vertanding die daarin zit, die moet je straks zelf gaan tekenen. Goed, we gaan naar AutoCAD en we openen vanuit de server, uit het leerlingenserver, vanuit het vakje mapje AutoCAD klas 4, de tekening 49T1. En dit is de AutoCAD tekening. Hier bij het halfsteensverband heb ik hier de hoekoplossing er al in getekend. Dus deze kun je zo zelf afmaken. En hier ook de laag 1 en laag 2 in het bovenaanzicht. Als ik het muiswieltje indruk, niet aan scroll, maar indruk, dan kan ik het verschuiven. Kijk, en dan zie je dus dat hierboven dan het vooraanzicht getekend moet worden. Hier hebben we een clusorverband. Dat begint altijd met een drie clusoren op de hoek. En hier ook, maar dan komt hij de andere kant op te liggen. En hier zie je al een kopje en de drie clusoren van de tweede laag die hier zo getekend gaat worden. Hier tekenen we het wildverband. En aan het wildverband zitten nog een aantal extra eisen. En die eisen die staan op bladzijde 149 van je theorieboek. En daar heb ik een kopietje van in het lokaal liggen van die bladzijde. Dus die moet je er even bij houden om de eisen van het wildverband verder te kunnen gebruiken. Hier dan het kettingverband. Dit is een steensmuur. En ook hier begint hij weer met een driclusor op de hoek. En hier zie je twee kopjes. Dat betekent dus, dat zie je hier, dit kopje van deze driclusor. En er komt er nog eentje naast. Goed, alle voorbeelden die staan, zoals ik al zei, precies hier getekend. Hier laag 1 en laag 2. En hier zo zie je het vooraanzicht van het muurtje. Goed, als we in AutoCAD, als je gaat zoomen, dan kan het best wel eens zo zijn dat je alles kwijt bent en dat je niet meer weet waar je moet zijn. Dan druk je hier op top en dan krijg je alles wat er getekend is in één keer weer terug. Nu is het idee dat je door slim te kopiëren, met zo min mogelijk kopiëren, zo snel mogelijk je tekening afkrijgt. Nou, hiermee kunnen we dingetjes verplaatsen, move. Copy. Nou, we willen dus nu gaan kopiëren, dus we moeten copy hebben, deze. Bijvoorbeeld, hier ga ik nu deze laag afmaken. Nu selecteer ik hier die twee stenen. Ik druk op enter. En nu vraagt hij, waar wil je hem oppakken? Nou, ik pak hem hier bij het voegje op. Daar zo. En ik kopieer hem. Hier weer op de hoek van die steen. Door alles, door het filmpje is mijn computer wat schokkerig geworden. Goed, daar kunnen we even niks aan doen, dat is niet anders. En hier, deze twee stenen, die moeten we ook gaan kopiëren. Als ik op enter druk, dan herhaal ik het laatste commando. Nou, dat was kopiëren, dus dat komt goed uit. Enter. Die twee stenen en die pak ik hier en die wil ik nu daar neerzetten. Zo, deze laag is nu al klaar. Nu moet ik hier deze laag erin tekenen. Dat betekent dus dat ik weer een hele rij met strekken ga kopiëren. En zo. Daar pak ik die op, weer hier op het hoekje, zodat ik meteen die voeg in orde heb. En ik zet die daar neer. Nu moeten we nog deze strekker kopiëren. Nou kan ik die meteen meenemen. En deze pak ik nu niet op de hoek, maar die wil ik nu hier pakken. Die zet ik eventjes hier overheen. Dan heb ik daar wel een dubbele steen, dat is nu niet zo erg. En hier zo
moet ik die vertanding gaan tekenen. Die vertanding op volle kop. En die staat op bladzijde 175. Dat is deze vertanding. Kijk, hier komt die steen aan. En die hakken we hier zo in. En hier ontstaat nog zo'n schuine voeg in het midden. Nou, hoe doen we dat? Eerst door eens te gaan tekenen. Een lijn. En dan pak ik een lijn. Vandaar. Naar het midden. Zo. Deze voeg die wil ik 10 mm breed hebben. En dat doe ik als volgt. En dan moet ik het commando offset hebben. Offset. Ik typ 10 in. Druk op enter. En ik selecteer deze lijn. En dan vraagt hij aan welke kant wil je hem hebben. Wil je die voeg aan die kant of aan die kant hebben? Maakt niet zo heel veel uit in dit geval. Dan doe ik hem aan deze kant. Zo. En nu gaan we met trim gaan we alles wegknippen wat we niet nodig hebben. Ik selecteer gewoon alle lijnen. Dat is even nu het makkelijkst. Druk op enter. En ik kan gaan knippen. Die lijn wil ik weg hebben. Die lijn wil ik weg hebben. Hier steekt die uit. Die wil ik weg hebben. En deze lijn wil ik weg hebben. Enter. Nu hoeft er alleen nog maar dit lijntje nog iets te verlengen. Even kijken hoe dat het makkelijkste gaat. Zo, als ik hem nu zo verleng, zie je dat? Zo, en ik ga hem zo naar voren halen. Dan krijg ik daar een groen kruisje in het midden. En zo heb ik die lijn verlengd. Druk even op Escape. Nu nog een keer trimmen. Door alles te selecteren. Druk op Enter. En we halen deze witte lijn weg. En op deze manier zit de vertanding erin. Dit zijn de belangrijkste opdrachten die je nu moet doen. Voor deze opdracht. We hebben nu het halfsteensverband. Hier tekenen we natuurlijk ook nog het vooraanzicht erin. Nou, ook hier geldt weer. Wees slim. Een goede tekenaar is een slimme tekenaar. En je moet zoveel mogelijk van elkaar kunnen kopiëren. Dus zoveel mogelijk stenen tegelijk. Lang halen, snel thuis. Hier op de hoek kunnen we nog een kopje tekenen. Dat betekent dus dat we dit kopje kopiëren hier van de hoek. En die zetten we daar op de hoek. En nu gaan we nog één keer kopiëren. Want nu pak ik natuurlijk alle lagen in één keer mee. Deze twee lagen selecteren we de stenen van. Let er wel op dat als je selecteert dat je niet de blauwe lijnen selecteert. Want dan krijg je van alles door elkaar heen. Dan pak ik hem hier. Kopiëren we de lagen een aantal keer. Oh, kijk, ik heb nu een foutje gedaan. Dan druk ik op Ctrl Z. En dat betekent dat ik dan eens één stapje terug ga. Dus Ctrl Z, als je een foutje maakt, dan ga je één stapje terug. Kijk, nu doe ik deze. En die selecteer, doe ik hierboven. Heb ik één laag te veel. Maar nu is het makkelijker om deze laag in één keer eventjes weg te halen. Selecteren in gum. En zo hebben we het halfsteensverband klaar. Zo kun je dat ook doen bij het klusoorverband. Die werkt bijna hetzelfde. Maar dan heb je een ontmoeting op een halve kop. Dan heb je ontmoeting op halve kop. En dat is deze. Ik ga weer even terug naar AutoCAD. Ook hier bij wild klusoorverband kun je die lagen kopiëren. Bij wildverband niet. Bij wildverband mogen de lagen niet op elkaar lijken. Dus bij wildverband kun je de lagen niet kopiëren. Maar bij het halfsteensverband, het klusoorverband en ook bij het kruisverband kan dat wel. Succes ermee!